Dank u voorzitter, meneer De Rupo. Collega's, ik wil graag iets bekennen hier in het parlement. Als jong politicus vecht ik alle dagen om niet cynisch te worden. Ik vecht alle dagen als lid van deze oppositie, van de grootste oppositiepartij, om niet te vervallen in cynisme. En vanmorgen, toen ik de krant las, kreeg mijn cynisme opnieuw een serieuze opstoot. U weet dat we hier een half jaar geleden ongeveer een serieuze discussie hebben gehad in het Halfrond over de liquidatiebonus, over zeg maar de aanslag op het pensioen van de zelfstandigen, waarbij wij toen de vraag stelden van gaat dit geen ondernemingen vernietigen? En vanmorgen lees ik in de krant na een onderzoek van Unizo bij 3000 ondernemers in dit land dat de inkomsten van uw schandalige maatregel geraamd worden op 3 maal hetgeen u begroot heeft. En mijn cynisme zegt dat, voilà, allez, ze zijn er goed aan, ze zijn weer goed op weg, ze hebben een stukje bij, ze komen dichterbij hetgeen wat ze zichzelf beloofd hebben ten aanzien van de begroting. Tot ik de volgende regel las, meneer De Rupo. En de volgende regel zei dat Unizo raamt dat voor het einde van dit jaar in dit land 15.000 ondernemingen. 15.000 ondernemingen gaan instappen in het traject van liquidatie. Fijn gewerkt, zeg ik dan. En dan zeg ik, dit kan toch niet waar zijn. Op een ogenblik dat dit land, dat hier langs alle kanten gesproken wordt over relance, over jobs creëren, vernietigt deze regering met 1 onnozele maatregel op korte termijn 15.000 ondernemingen. Dat kan toch niet waar zijn? Meneer De Rupo en de ondernemersorganisatie Unizo is dan heel braaf. Die vragen verlenging van de overgangsmaatregelen. Want ik zeg, dat is geen optie. Dat is geen optie. De enige optie die u kan nemen met deze wetenschap is de maatregel terugschroeven. Ik vraag u hierbij, bekijk dit. Ik beloof u zelfs dat we het politiek niet gaan gebruiken. Als u zegt vandaag, kijk meneer Van der Put. Ik beloof u, ja maar ik kom tot mijn vraag. Wij schroeven deze maatregel terug. Dan zeggen wij, verstandig van meneer De Rupo, een pluim voor meneer De Rupo. Ik zie graag uit naar uw antwoord. Beste collega's, de beslissing van de regering en het parlement bestond er het parlement, een meerderheid van het parlement. Bestond er ten eerste in ondernemers te stimuleren om het kapitaal van hun ondernemingen te versterken. Daarvoor hebben we het belastingtarief op dividenden van KMO's verminderd van 25% naar 15%. Dit geldt voor al het nieuw kapitaal dat wordt uitgegeven door de KMO's sinds 1 juli 2013. Dit is een belangrijke maatregel in het voordeel van onze KMO's. Tegelijkertijd hebben we de belastingtarieven op de liquidatieboni verhoogd van 10% tot 25% en dit pas vanaf 1 oktober 2014. Hiermee heeft de regering het belastingtarief van de boni enkel afgestemd op dat van de meeste kapitaalinkomsten. Het is normaal dat aandeelhouders die liquidatieboni krijgen op dezelfde manier bijdragen dan andere beleggers en investeerders.
Hiermee sluit ons land bovendien nauwer aan bij de tarieven op kapitaalinkomsten die in de meeste Europese landen gelden. En voor de BUNNY heeft de regering voorzien in een overgangsregeling tot en met 1 oktober 2014. Het tarief van 10% zal nog op de bestaande reserves kunnen worden toegepast onder de bij de wet bepaalde voorwaarden. De regering heeft dus wel degelijk rekening gehouden met de bekommernissen van de ondernemingen en van de mensen die in deze ondernemingen investeren. Bedankt voor uw aandacht. Meneer Van der Pieck. Meneer De Roepo, u bevestigt gewoon de wet die hier met een Vlaamse minderheid in dit parlement gepasseerd is. En ik begrijp ook dat u eigenlijk zegt dat al die ondernemers dat domrikken zijn, dat die er niks van hebben begrepen. Nu, ik wil u graag eventjes confronteren, en de collega's zullen mij mijn slecht Nederlands vergeven, met een verslag van IKW van 25 april 2013, getekend door meneer Christian Vallanduc, een advies bij het opstellen van deze maatregel. En ik citeer: notre conclusion est que sur le plan strict fiscal. Strikt fiscaal genomen zal deze operatie verlies latend zijn op kortere termijn, niet tegenstaande of zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen voor de ondernemingen. De mensen daar aan die kant, dat wil ik nog begrijpen, als ze dit lezen, dat ze het niet erg vinden. Dat kan ik nog begrijpen. Maar u wist dit. U heeft de kans om recht te zetten wat fout is. In elk geval, ik vraag het u, ben op mijn knieën. Bekijk dit opnieuw, want u maakt vandaag het einde aan 15.000 ondernemingen in dit land. 15.000 ondernemingen die jobs verschaffen in dit land. Dat is de verantwoordelijkheid van deze regering. Dat is... Meneer Van der Pieck. Dat dacht ik ook. Dank u, voorzitter. Collega's, niks doen is lichtzinnig. Niks doen is in mijn ogen, en daarvoor dank ik u, want mijn cynisme is vandaag terug een gevoel van verontwaardiging, en daarom ben ik in de politiek gestapt. Dit maakt mij verontwaardigd, dit is misdadig. Ja, een zeer scherpe Steven van der Put. De N-VA die hier een van haar favoriete thema's bespeelt. De centrumrechtse kiezer probeert voor zich te winnen. De belastingregering die Roepo volgens hen, die de ondernemers pijn doet, was zeer scherp. En hij haalde ook uit, wees naar de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regeringspartijen in deze, dan CD&V en VLD, meer bepaald voor wie dit natuurlijk niet zo leuk nieuws is. Zij nu moeten communiceren dat ondernemers die een spaarpotje in hun vennootschap willen opgebruiken, dat die daar zwaarder op belast gaan worden.